What the fuck is dit? Shit, ik ben echt 20 jaar ouder of zo. Wat een reactie. Deze young boy gaat volgend jaar naar een nieuwe score. Hij gaat zijn haartjes knippen. Hij gaat zelf knippen. Hij gaat zelf knippen, ja. Hij gaat die team uitpakken. Kijk die haartjes. Let maar op. Weet je nog half jaar geleden? Hij was kaal. De nieuwe avatar baan. En nu? Nu gaat hij knippen. Nou gaat hij nog een keer knippen, ja. Hey. Yeah. Hey guys. We gaan een pakketje openmaken. Oh, je bek, jongen. Oh, dit gaat goed. Jongen, je maakt irritant geluid. Hoor dit. Deze twee mannen waren toevallig thuis. En denk gewoon, ja, laten we gewoon maar meedoen met deze video, weet je. En dan, ja, komt het zo uit, hè. Ik heb een nieuwe tondeuse gehaald. Hiermee ga ik mezelf knippen. Ja, doe dit weg, dit is niet eens van mij. Oké, ja, nu gaan we deze pakketje openmaken en dan gaan we... En dan ga ik mijn haren knippen en dan ga ik hier leren hoe je mij, ja... Hoe je een meisje krijgt. Hoe je een meisje krijgt, hoe wat hun zeggen. Ja, daar is dit ding meteen leeg. Daar moet hij nog opgeladen worden. Nee jongen, natuurlijk. En dit dan ook eigenlijk. Maak een beetje ruimte toe, dan kun je niet knippen. Oké, guys, ik ga mijn ding kapot openmaken. Ik ga het open knippen. Komt goed, jongen. Zo. Heel kom. Ja jongen, nu zijn jullie niet alert dus. Voor mij goed. Kut, ik heb. Ja, ik heb de doos kapot gemaakt. Wat die shit. Dan doen jullie wel een shirt aan, maat. Hoezo, maar jij wou dan geen shirt aan deze? Helemaal niet, jongen. Echt wel, we zijn jij. Helemaal niet. Ja, wacht, ik gooi deze shit. Hoe de fuck doe ik er weer in? Hoezo? Oké, jongen, heb ik allemaal van die. Wat zijn de clippers? Oh ja, die zijn clippers. Die ga ik daar gebruiken om mijn lengte in te stellen. Dan ga ik een mooi kapseltje pakken, maat. Oké, ja, dan wordt het opladen, maat. Oké, ik ga even de tondeus opladen en dan ben ik weer terug. Dan gaan we de video starten. Eerst ben ik fucking raar en zo. Guys, ik heb ontdekt dat je gewoon hierop shit kan instellen, hoeveel centimeter. En dan gaat die ding naar boven en naar beneden of zo. Fucking vet. Toch, jongen? Ja. Oké. Okay. Ja, man. Oké. Okay. Ik ga knippen. Hij is opgeladen. We hebben maar 5 minuten gewacht om het op te laden. Oh, hoe moet ik beginnen, maat? Ja, scheer gewoon alles eraf. Doe eerst de zijkant. Zet hem op 4 centimeter en scheer alles eraf. Heb je wel een schaal? Ook de bovenkant en dan steeds... Oeh, wacht. Jimmy zei elastiekjes. Ben ik helemaal nog vergeten. Hebben we geen boterhamstiekjes of zo? Oeh, je houdt iemand ook gewoon vast. Ik hou er wel van. Nee, doe gewoon zo en dan zo de helft. Ik doe gewoon dit. Nee, man, dit is niet. Ja, dit is een raar. Ja, maar ik kan toch niks zien? Tuurlijk wel. Jawel, je ziet gewoon wat je nou moet pakken. Nee, wel iets meer. Iets meer pakken. Moet mijn haren hier een beetje natte of zo? Nee, zo. Hou zo. Wat de fuck is dit? Nee, ik schreeuw niks. Je zit mijn arm 4 centimeter, maar je haren zijn hier 4 centimeter. Ik kan beter elastiekjes, dit zit kut. Ik kan niet zo dichterbij. Oh. Wacht. Nee, ik heb echt niks geknipt. Ik zet hem op 2,6 nu. Ja, is goed. Ik zie er wel. Oh, dit is fucking raar. Dat stukje naar achter, anders valt alles in de stopcontact. Oh ja, fuck, stopcontact. Moet je? Nee, dat moet niet in de stopcontact vallen. Ik wil al staan, zo. Nou, staan we wel nog in de stopcontact. Zit op je knieën. Ja. Goeie voorbereiding. Goeie voorbereiding. Hoe moet ik de knippen, man? Je kan eigenlijk je toos staan. Ja, moet dat vasthouden. Oké. Okay. Ben je... Maak even een duidelijke lijn. Ja, gaat heel niet lijn. Oh ja, fuck. Kom. Dude, ik kan er echt niet.
Jean, jij bent goede kapper. Jij doet deze kant voor. Fuck je. Is dit zo? Is dit goed, man? Ja, ja, dit is goed. Ja, weet ik veel. Doe het eraf. Fuck, ik dak niet kapot, ja, hoor. Hé, wel naar je toe trekken, hè? Op het einde. Hé, wel recht houden, recht houden. Ah, je goede Vietnamese binnen. Bro, wat kan ik niet? Jimmy, je doet het verkeerd. Yo, was je oor. Moet ik het doen? Was je oor. Naar je toe trekken, blijf naar je toe trekken. Ik kan dat gewoon niet. Naaien het echt. Nee, niet naaien. Jimmy! Wat doe jij? Dat is gewoon goed. Je moet gewoon wel één stuk beginnen. Ja, je knipt echt heel veel. Ja, dan is het beetje duidelijk. Even dat goed te stikken. Dat was een andere ding, man. Best veel te lang. Hij is nog steeds fucking lang. Ja, daar, hier, douw deze erop. Dit is eigenlijk best wel chill. Je douwt deze ding. Je pak me kort. Ja, ik denk dat het echt kort zou moeten pakken, man. Ja. Nou heb je 0,5 mm, hè? Shit, ik zeg shit. Dit ziet er wel beter uit. Ik al is het gewoon niks. Zeg niks af. Ja, nou is het goed. Pas kijk hier. What the fuck? Is niks af, zeg hier. Kijk hoe. Ja, ik kan nu niet zo laptop pakken. Moet ik hier even telefoon filmen? Zet die microfoon hier neer. Ja, maar. Kussentering van haar. Ja, hoe moet ik daar dit opruimen? Stofzuiger. Als het gewoon lukt, hè? Als het gewoon lukt, kijk ik gewoon altijd, hoef ik nooit meer naar de kapper. Moet ik jou daar knippen dan? Ik vind dat serieus gewoon leuk. Alleen ik weet niet hoe ik de bovenkant moet knippen, man. Zal ik jou knippen, jongen? Bovenkant moet je gewoon echt op 3 centimeter zetten of zo. En dan daar ook gewoon overheen gaan. Je moet eigenlijk eerst 3 centimeter en dan gewoon alles weg doen. Gewoon. 2 centimeter is al best lang, dat is zo lang. 2 millimeter of niet? Ik pak een andere. Doe alle hoogte neer. 6 best wel, dat is zo. Dat is net dit. Dat is goed opgescheerd kwaliteit. Ja, maar ik wil even. Oké, doe maar. Opskeer mag 5 euro. Ja, je moet niet te veel rest nemen. Over 6 weken heb ik gewoon een nieuwe school op MBO. Komt-ie daar kaal? Nee, dat gaat gewoon kaal, maat. Dat gaat gewoon kaal. Ik pak dat. Je pakt dan echt je eigen houden, hè? Wat de fuck is dit? Is dit kaal? Is dit wat de fuck is dit? Het ziet echt heel lelijk uit. Oh, ik ben er gewoon niet gewend. Ik ben kijk, uit kaal. Kijk uit voor je oor, hè? Waarom gebeurt het dan? Ja, dan scheer je gewoon oor af. Ik hoop het. Laat hem. Nee, dit is niet kaal, maar. Nee, dit is gewoon. Dit is gewoon normaal, maar bij jou normaal. Is gewoon wennen. Ja, omdat jij net 7 centimeter haar had aan de zijkant. Ik de boven moet je pakken, maar ik zou wel uitkijken, want daar pak je als je hier een pluk pakt, dan ben je echt genaaid, hè? What the fuck, deze richtingen? Ah, nee. Je draait de verkeerde kant op. Ja, maar ik wil een spiegelbeeld, jongen. Kom naar mij doen. Blijf zo. Zil dat ook. Ja. Kan ik zelf vertrouwen? Ja, maar ik kan je vertrouwen. Nee, wat doe je? Misschien. Bro, je ziet er niet uit, of wel? Jawel, man. Ah, je bekken, waarom lag je dan? Niet de achterkant. Nee, maar dit is achter je oor zo. Sommige dingen, we lachen ja, gewoon naar sommige. Ook. Sommige dingen zijn lang en sommige zijn kort en dat is gewoon grappig om te zien. Hey, ik vind niet meer naar de kapper zo. Ja, ik zie je. Ik ga verder, ga verder. Of wil je verder, zelf verder snikken? Nee. Deze is heel moeilijk, dit stuk. Heel veel vrienden zeiden ook zo van, ja mag ik jou scheren en zo? En ze gaan, nee eigenlijk niet, ik wil het zelf doen. Nu laat ik jullie maar scheren. Over kan gooien. Over de overstaan. Man, laat ook naar laag. Oh ja, dat kan ook hè. Dat doen we daar, ik moet eerst de ja, ik moet eerst opschieten. Wacht, ik ga deze kant proberen. Je moet kijk even je oor hè. Oh, hoe doen we het? Oh, kijk wacht, heel goed. Wacht, jullie moeten wel de haar hè, dat ik. Ik ga gewoon in de mouw trekken vandaag. Mm-hmm.
is zo raar. Ik denk wel aan mijn hoofd houden. Achterkant is het moeilijkst, denk ik. Is achterkant niet moeilijk? Nee, juist makkelijk. Maar ja, dit moet eigenlijk echt geknipt worden. Dus toch nou, ja, in de algemeen wel. Moet je dat doen? Een beetje kort in ieder geval. Ja. Dat is het kut met die richting of zo. Je wil je naar rechts gaan, of ga je naar links? Ja, dat weet ik. En hier zit echt. Nou, ik weet het wel eens. Moet zij kan nog korter of zo goed doen? Kom, maak overloopje. Overloop. Ja, want daar verpest we dan. Ja, nu goeie, wacht, ik moet zet hem gewoon op 9 cent, op 10 centimeter of zo. Je gooit een mini overloop en daarna 8 centimeter. Ja, minder. Ja, nou 11. Nou, nee, zet hem op 11. 11. Je wilt eentje omlaag. Je moet eerst, ik heb op YouTube gezien, je moet eerst gewoon heel recht doen. Recht. Ja? Dus alles recht. Ja? En daarna met de andere gewoon weer smooth maken, weet je wel. Dus eerst zo stuk rond, alles recht, alles. Nee, hier moet zo recht. Ja. Oké. Okay. Die moet je even dadelijk ontdekt, iedereen. Dat is een goeie. Dat moet even, nee, dan moet je eerst, die moet je even heel kort weghalen, dit toch altijd. Dat is ja, 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 dan moet je eraf. Zonder zo'n ding gewoon. Dan moet je daar helemaal eraf halen, trek eraf. Dan moet je zo'n muntje. Dat moet zonder dit. Dat is 0,5 mm. Ja, dat moet altijd. Je moet gewoon meedraaien met het oor. Nou, hier een. Doe maar gewoon recht. Dat is makkelijk. Gewoon één keer omhoog. Maar niet te hoog, niet te hoog. Dat mag toch zo. Nee, ik ken dat. Weet je. Andersom. Moet er wel zo. Dat kan ook, hè. Zie je? Ja, dat is best slim. Dit moet je ook even allemaal recht maken ofzo. Ja, dat lukt mij sowieso niet. Ik heb het niet. Ik heb het Hoe hoog moet er eigenlijk normaal? Niet zo hoog. Deze toch? Je moet gewoon alleen een beetje bijsnijden, maar zo is het normaal ook. Dan. Hé hey, jongen. Je moet echt dat valt wel mee, maar de andere kant is net zo hoog, jongen. Maar die had het vanzelf gedaan. Die, kijk hoe hoog die is, die kant. Oh, die deze of ja. De oor? Ja. De oor maakt niet zoveel uit dat het hoog is, denk ik. Kijk, deze moet hoger. Kijk, het scheelt tussen die. Deze moet hoger. Kijk, dit moet even hoger gedaan worden. Deze is juist hoger, toch? Ja, deze is lager. Deze is stil gedaan, deze heb jij gedaan. Zo hoog is ook niet. Kijk. Ja, ik kan toch zo niet kijken. Kijk, een beetje, zie je? Dat is niet zo. Ja, maar deze moet. Dit is echt niet hoog. Zie je het verschil niet? Ben je blind of zo? Nee dan. Ja, maar nou moet ik hem aan die kant even hoog doen. Doe even hoog. Nee, jongen. Doe even hoog. Doe even hoog. Dit groeit toch al omlaag, jongen. Dit is... Ja, weet ik. Maar je moet wel eens die meters groeien. Ik ben een paar seconden terug. Dat ziet niemand. Niemand. Ga je bek, jongen.
knips, jongen! Nee, maar kijk, wacht even hoe ook deze. Ja, deze, jawel, zelfs hier zag het toch, ja? Ja, maar nou moet deze kant maar ook als, als je hem tegenkomt, als je hem tegenkomt, zie je niet dat deze kant. Nee, maar kijk, kijk, knip deze kant even hoor. Niet alleen, ook achter de oren is het ook fucking gedaan en hier ook, hè. Maar deze nee, joh, wacht, ik sla even voor de zekerheid op. Wacht, 3, 2. Kunnen we gaan weer verder, ik heb gewoon voor de zekerheid opgeslagen. Oké, okay, wacht. Hier, maar hier moet hij wel een klein beetje over. Wacht, okay. Zo, toch? Ja, maar dit kan, hier kan jij niet zoveel meer maken. Ja, gewoon nee, zelf. Nee, die is niet te hoog, jongen. Nee, ik die kant moet jij zo hoger. Niet die kant. Blijf staan, niet te veel bewegen. Niet veel. Deze kant is toch, nee. Deze kant is toch niet symmetrisch? Daarom, maar ik kan toch niet aan de andere kant iets bij. Blijf nou staan. Ja, maar dan kunnen kijkers niks blijf zien. Blijf staan, blijf okay. Staan. Oké. Oké, okay, nou ziet het onder, maar nou moet hij hier ook wel hoger. Nee, wat zit hier een punt? Je hebt hier een punt gemaakt. Haal ja, hem weg. Haal hem weg. Het is fucking lelijk. Niet. Dat kan niet. Zo kan ik nooit een team uitkrijgen. Nee, dat is juist niet zo'n hoekje. Het is tering lastig. Je zit er wel verschil aan, je ziet gelijk verschil. Zo'n klein plukje. Wat doe je? Ik back. Wat doet hij? Dat is toch niet nodig? Jawel. Die boven moet ook een stukje straf, man. Kijk hoe lang het is. Gewoon zo'n stukje. Ja, gewoon... Nee, nog niet. Ik weet hoe dat moet. Dan moet je zo. Nee, je. Dat is zo. Je moet juist andersom met dat zo. Ik kan dit dat zo. Oh, je bek hoor. Dat is serieus. Ja, weet ik. Kom. Dus zo en dan. Ja, maar dan vernaai je het, denk ik. Nee, want boven. Doe gewoon aan de zijkant. Fuck de bovenkant. Boven. Ja, inderdaad. Fuck die bovenkant gewoon. Fuck die bovenkant, joh. Kappen doe dat zo toch gewoon. Fuck die bovenkant. Ik vind het echt gewoon mooi. Voor 5 euro? Ik ga mijn kappen nu gewoon appen. Nou, Jimmy is een kapper, Sils kapper. Kan je altijd hem bereiken. 5 euro. Insta link is. Ik zet jullie Insta link gewoon in mijn beschrijving, weet je wel. Ja. Dan kunnen ze bij jou knippen. Kom ik schaam, man. Ik heb het gevoel dat heel de stad dadelijk bij ons niet meer naar de kapper gaat. Oh ja, die ene. Wat?
Oké, okay, nu de outro. Oké. Okay. Oké, okay, guys, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer. Laat een like achter dat jullie hem leuk vonden. 2G out.